85 jaar Harmonieorkest Concordia Trebeek. En dat vieren ze met een jubileumconcert hier in cultureel centrum De Brikkenoven in Brunsum. We gaan kijken. Frank. Hallo. Emiel. Hallo Frank. Dit is Harmonieorkest Concordia? Ja, klopt. Tuurlijk. Ja. Jubileumconcert en jij bent orkestmanager. Ja, klopt, inderdaad. Zullen we even naar buiten gaan om te horen wat dat betekent? Prima. Frank, orkestmanager van Harmonie Orkest Concordia Trebeek. Wat gaat er vanavond gebeuren, even kort? We hebben vanavond ons jubileumconcert in het kader van 85 jaar bestaan. Voor de pauze spelen we Lord of the Rings. Samen met de zandkunstenaar Immanuel Boye. Hoe belangrijk is dit orkest Trebeek dan? Want je heeft meerdere blaasorkesten hier, muziekverenigingen hier en koren. Ja, gelukkig wel nog, maar het wordt steeds moeilijker. Maar hoe belangrijk is dit orkest dan? Heel belangrijk, omdat het voor de gemeenschap in Trebeek, maar heel Brunsum, ontzettend bindende factor is. En vooral voor de jongeren. Moet je kijken hoeveel jeugd ze hier hebben. Ik vind het gewoon fantastisch. En de toekomst, hoe ziet u dat? Daar zal voor geknopt moeten worden. Daar proberen we met vereende krachten ook aan te werken. Ze moeten ook goed samenwerken, allemaal in de regio. Maar vooral muzikaal op een hoog niveau komen. Okay. Luc, kun je die op maat 41 die nootjes wat breder spelen, zodat het wat beter mengt met de fluiten? Nou ja, je bent opgegroeid in die speelcultuur, dus je kent de mensen, je hebt altijd met ze samen gespeeld. En nu sta je ervoor en dat is gewoon hartstikke chic. Ja, maar hoe gek is dat? Kun je ze wel zeggen dan wat je wil? Het is eigenlijk heel natuurlijk. Ze luisteren heel goed, naar concentratie, ze nemen alles van me aan. Ja. Dat moet ik echt zeggen, daar ben ik echt ook heel blij mee. Dat klikt gewoon hartstikke goed. Of moet je je nog bewijzen, ook voor die profs die daar vandaan zijn gekomen? Ja, soms dan voelt dat misschien zo. Maar ze helpen me ook wel heel erg goed hoor, soms. Na de repetitie zeggen ze allemaal, kijk eens even dit, kijk eens even daar, kijk eens even daarna, of luister eens even zo, of zou je dat zo doen. Dus ze helpen en ze denken met me mee. En ze helpen me om ook gewoon een betere dirigent te worden. Mooiste herinnering, Harmonie? De wereldkampioenschap natuurlijk. Hè. Ik bedoel, in Kerkrade. En de buitenlandse reizen, hè. Spanje, Tsjechoslowakije. Dat waren dus mooie dingen. Op mijn leeftijd was het nog heel jong nog. Als je dat meemaakt, is dat gewoon heel spannend. En dan word je prof. Door de Harmonie? Dat is wel. Ben ik altijd lammer geweest. Daar is mijn carrière begonnen natuurlijk. En daar heb ik het toch mee kunnen beginnen. Eerst klarinet, toen fagot. En dan gaat dat zo vanzelf. Door de klank. De klank van het Concertgebouworkest is uniek in de wereld, met name de strijkers. Dat heeft Concordia precies hetzelfde. Ja, vergelijk je dat met dat? Absoluut. Ik word er zeer emotioneel van, want de klarinetklank, de houtklank van Concordia, wat haar sterkste kant is als het ware, is waanzinnig. We gaan weer zorgen dat de vereniging weer wat breder wordt, weer meer in de maatschappij staat, een heel belangrijk onderdeel. En we gaan reizen. We gaan Europa in, want we zijn een Europees streekorkest. Dat wil ik. De processie lopen in Trebeek. Wij waren een protestantse harmonie en er was geen katholieke harmonie dat kon. En wij hebben dat toen gelopen. In Trebeek, bij de Barbarenkerk, is uniek geweest. Mijn vader was toen voorzitter, we kregen allemaal dreigbrieven, mijn vader. Maar we hebben het toch gedaan, het is uniek geweest. We willen wel graag toch op hoog niveau spelen. Dus gezelligheid en hoog niveau, dat is wel een goede combinatie. Maar die oude verhalen van die profs die weer terugkomen of meespelen in het orkest, wordt dat ook doorgegeven en doe je daar ook wat mee als jonger iemand, zal ik zeggen? Wat dan? Ik hoor dat ook natuurlijk vanuit mijn familie die al wat langer erbij zijn. Dus die verhalen, die ken ik en die hoor ik nu weer. Dus die onthoud je wel en die geef je ook weer door. Ja, weet je, ik ben hier al vanaf mijn zevende. Mijn familie is hier begonnen. Ja, ik kan mijn leven niet voorstellen dat ik niet meer bij de Harmonie zou zijn. Wat is typisch Concordia Trebeek volgens jou? De klank en de kartrekkers wat in elke groep zit. Hoe bedoel je dat? Op de eerste rij, de kartrekker op de eerste klarinet, trompet, ga maar door. Er zit op elke groep wel ene die steeds de kart trekt. De
club met mensen van vroeger. Die zijn natuurlijk een beetje uitgevlogen, maar die komen natuurlijk wel weer terug. En ja, er zijn van mensen van mijn leeftijd die verhuisd zijn naar Utrecht, naar Rotterdam en noem maar op. Die komen wel gewoon naar de repetities toe. En ja, je merkt gewoon naar Brunsum toe. Je zit in Trebik met 3 verenigingen in Trebik. Dus je vis uit dezelfde vijver daar met de scholen. Ja, en dan naar Brunsum toe. Het is altijd een happening als een RMK, een Rutgers Mannenkoor, een Brunsum. Ja, met Concorde iets kan doen. Maar het leeft dus wel in Brunsum. Het leeft wel, ja. En dat merk je ook bij de beschermer. De burgemeester zelf. Ja, het is echt geweldig dat je dat wil doen. Ja. Ja, ik ben niet van het prof worden. Muziek is voor mij altijd een beetje een uitlaatklep geweest. En iets wat ik gewoon graag als hobby doe. En het zit ook bij ons in de familie. En ik heb er wel even over nagedacht om inderdaad naar conservatorium te gaan. Maar ik heb mezelf, als ik het als studie ga doen, dan ga ik het zien als iets wat moet. En dan vind ik het niet meer leuk. En daar vind ik het te leuk voor. Hoe rijk is deze club nog? Deze club is heel rijk. Als je ziet welke muzikale bagage deze vereniging nog heeft. Als je dadelijk het concert gaat zien, dan krijg je denk ik een warm gevoel. Maar ook de enthousiasme waarmee de leden spelen. Die warmte die overkomt bij hun. Geweldig. In één woord geweldig.